45%. Dat is het aantal EU-fondsen vandaag met een artikel 8-label, hetgeen wil zeggen met ESG-overwegingen. Als zelfstandanalisten vandaag is onze rol tweeledig. Enerzijds begeleiden we onze grote klanten bij het integreren van ESG in hun beleggingsprocessen en anderzijds natuurlijk begeleiden wij ook de bedrijven om het bewustzijn te vergroten die we volgen en hen helpen op een ESG-reis. Bij de Groof Peterkam zijn we ervan overtuigd dat de financiële analyse alleen de realiteit van bedrijven opereren niet kan weerspiegelen. Onze aanpak is nu tweeledig. Dit betekent dat we aan de ene kant een kwantitatieve analyse doen, waarmee we de bedrijven hun prestaties gaan beoordelen ten opzichte van hun peers op een aantal belangrijke indicatoren. En aan de andere kant hebben we de kwalitatieve analyse, waarmee we de bedrijven hun prestaties gaan beoordelen alweer, maar dan met een meer toekomstgerichte aanpak. Dan op basis van deze twee delen gaan wij een ESG-score toekennen aan het bedrijf ten opzichte van haar sector. Onze toegevoegde waarde bij de Groof Peterkam ligt in het feit dat onze aanpak eigenlijk geïntegreerd is. We combineren enerzijds het ESG-onderzoek met financieel onderzoek. Wat betekent in de praktijk dat eigenlijk elk analist bij ons verantwoordelijk is voor het ESG-onderzoek van zijn of haar bedrijf dat hij volgt. Onlangs hebben we daarom een rapport gepubliceerd waarin we ervoor kozen om de ESG-prestaties van ongeveer 60 bedrijven die geen ESG-rating hebben van de grote ratingbureaus te analyseren. Ons doel hiermee was om het gebrek aan zichtbaarheid van de ESG-strategieën van onze bedrijven te dekken en ook zo aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Dus 45% van de bedrijven die we hebben geanalyseerd hebben niet genoeg data gepubliceerd voor ons om hun een rating te kunnen geven. En dit brengt ons tot de conclusie dat de kwaliteit van rapportage eigenlijk sterk afhankelijk is van ten eerste de grootte en de sector van het bedrijf en dan tot slot ook de regelgeving die van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de CSRD. En over CSRD gesproken, wij geloven dat CSRD de initiator zal zijn voor het verbeteren van de rapportering van de bedrijven. Wat zien we vandaag? Dat eigenlijk 2/3 van de bedrijven in ons onderzoek in 2025 moet voldoen aan deze nieuwe rapportagenormen. Dat is voor hen een grote uitdaging, omdat natuurlijk hiervoor aanzienlijke middelen moeten worden uitgetrokken. Dus om de vooruitgang op vlak van ESG te kunnen meten, is het van belang dat de bedrijven doelstellingen opstellen. En het is belangrijk zodat de beleggers de implementatie van de ESG-strategieën kunnen opvolgen eigenlijk. Dus op basis van de 61 analyses die wij hebben gemaakt, hebben wij waargenomen dat de meest gereguleerde sectoren, zoals de vastgoedsector of de consumentengoederensector, voorlopers zijn en verder staan op aan de ene kant het integreren van het ESG in hun strategieën en aan de andere kant het communiceren over een vooruitgang. In ons rapport gaan we eigenlijk dieper in de verschillen tussen de verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de industriële sector of de technologie sector. Of het nu uit overtuiging is of uit verplichting, we zullen eigenlijk allemaal op een gegeven moment ESG-overwegingen moeten gaan integreren. Lange tijd werd eigenlijk ESG gezien als een voordeel, een nice to have, maar we zijn ervan echt van overtuigd bij de Groof Peterkam dat het tegenwoordig een noodzaak wordt, een must have.